ik heb de 1000 abonnees. Woep woep. Ik ben zo blij met jullie. Woep woep. Op naar de 10.000 abonnees. Ik ben echt zo enorm blij dat ik de 1000 abonnees heb bereikt. Yay! Echt super bedankt allemaal. Echt super top. Echt thumbs up voor jullie. En zoals ik al zei, wanneer ik de 1000 abonnees heb bereikt, ga ik de winacties bekendmaken. En dat zal ik dus ook gaan doen. En dat ga ik als volgt doen. Vandaag komt de eerste winactie online, morgen de tweede. En dan donderdag de derde winactie. En zo kun je dus op iedere winactie meedoen en kans maken. Dus je hebt 3 keer kans om mee te doen. Wat moet je allemaal doen? Wil je kans maken op het pakket? Als allereerst moet je natuurlijk geabonneerd zijn op mijn YouTube kanaal. En om extra kans te maken moet je me ook volgen op Twitter en Instagram. En dat is alleen maar om extra kans te maken. Dus je moet sowieso eigenlijk geabonneerd zijn op mijn YouTube kanaal. En dat zit eigenlijk al. Maar goed, wil jij nou extra kans maken op het pakket? Dan kun je me natuurlijk ook op Instagram en Twitter volgen. Wat ik natuurlijk hartstikke leuk zou vinden. Op Instagram is mijn naam @shoppingsara. En op Twitter is het Saartje de Leeuw. Maar goed, verder naar de winactie. Daar zijn jullie natuurlijk hartstikke benieuwd naar. En ik ben ook super blij dat ik ze jullie nu eindelijk kan laten zien. Ik kon echt niet wachten. Dus als allereerst ga ik de eerste winactie laten zien. Zoals je in de teaser al kon zien, had ik een beautybox helemaal gevuld met producten. Hij zit gewoon zo vol dat de doos gewoon bijna niet meer dicht kan. En wat er allemaal in zit is het volgende. En dan is dit de inhoud. Ik ga jullie product voor product laten zien wat er allemaal in zit. Als allereerst zit er in een limited edition van Dove, een body wash, de winter care. Ruikt echt heerlijk voor nu in de winter. Toch wel met een fris tintje eraan. Heerlijk nu dus te gebruiken nu het nog wat kouder weer is. Dan zit er ook nog in van Beauty UK een 5-in-1 base en topcoat nagellak. En het is gewoon een transparante dus. Van Sabon een handmade soap in linnen. Dus een linnengeur. En hij ruikt echt super lekker fris. Echt heerlijk naar die lekkere vers gewassen kleding, om het zo maar te zeggen. Echt heel erg lekker. Er zit in van So Susan een mascara. En dit is de Flutter mascara. Dan heb ik nog een maskertje erin gedaan van Montagne Jeunesse. En dit zijn eigenlijk 2 maskers. 2 peel-off maskers. De bovenste is met granaatappel en passionflower. En de onderste is met, ik geloof iets van citroen. Ja, citroen en groene thee. Ook super lekker. Dan zit er van Ziaya nog een handcrème in. Van Dermasurie heb ik er een scrubhandschoen in gedaan. Ook erg lekker. En dan natuurlijk de Gentle Oil zit erin. Ter waarde van €89. Dit is 30 ml. En verder ga ik hem nog lekker opvullen met allemaal proefjes om diegene blij te maken. Een proefje van Bee Cosmetics, een foundation. Verder doe ik er proefjes in van geuren. Eentje van Dolce & Gabbana, Dolce de Parfum, My Burberry. En een van de nieuwere van Lady Gaga. Even kijken, de Gaga heet die. Van Ziaya een rose butter masker. Even kijken, van Odorex een proefje. De Goat's Milk dagcreme van Ziaya. Van Ziaya de cacao butter dagcreme is het ook, hier. Yeah. Een body lotion van Himalaya. En van Connett Nail Art Beauty doe ik er een nagelvel in. Dus dat is de box echt mega overvol. Wil je hier nou kans op maken? Het enige wat je dus hoeft te doen is geabonneerd te zijn en een reactie onder te laten dat je meedoet. En verder wil je extra kans maken, dan moet je me dus volgen op Twitter en Instagram. Dit was dus de eerste winactie. Morgen ga ik jullie de tweede winactie laten zien. Ik wil je dus hartelijk bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en te liken. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer. Doei!